Stoffel, Veldmeijer, veldwachter, daar, J. Thijssen. Dat is hem, Jan, hè? Dat is hem. Dat is je oom? Ja. Ja. Jan Thijssen, hij is een van de 117 mannen die bij Woeste Hoeve worden geëxecuteerd. Prominent verzetsman, grondlegger van een illegaal radionetwerk en lid van de ordendienst. Actie moest er komen, sabotage en overvallen. De Duitsers zoveel mogelijk dwars zitten. Hij richt de Raad van Verzet op. Maar in maart 1944 wordt die organisatie op last van de regering in Londen ondergebracht in de Binnenlandse Strijdkrachten, de BS. Op 3 november wordt hij uit zijn eigen organisatie gezet en 5 dagen later wordt hij aangehouden door de Duitsers. Natuurlijk weet ik niet waar hij precies, op welke plek hij gefusilleerd dreigde te worden, maar hij is gaan rennen, maar hij kwam daar in dat, bij dat hek in het prikkeldraad terecht, en dus niet erg ver, en daar hebben ze hem alsnog doodgeschoten. Ja. Hier in de omgeving van Apeldoorn, daar zaten heel veel evacuees uit Arnhem en omgeving. En er zaten heel veel onderduikers. Dus daar hadden ze voedsel voor nodig. En het verzet kreeg te horen dat er ergens iets van 3000 kilo vlees voor de Duitsers lag. En dachten van, laten wij die maar eens gaan kapen. Maar ze hadden een Duitse vrachtwagen nodig. Ze hadden wel Duitse uniformen, maar ze hadden geen Duitse vrachtwagen. Dus dachten ze, nou, die gaan we kapen. En dat was dus in de nacht van 6 op 7 maart, hier bij de Woeste Hoeve, lagen ze in een hinderlaag. Totdat ze een zware dieselmotor hoorden en dachten, daar komt een vrachtwagen aan. Dus ze sprongen in uniform met handmitrailleurs gewapend op de straat en riepen halt. Maar het is geen vrachtwagen, maar de stafauto van Hans Albin Rauter, de hoogste SS'er in Nederland. En wat het verzet niet weet, is dat Rauter kort daarvoor het bevel heeft gegeven dat er alleen binnen de bebouwde kom auto's mogen worden aangehouden. Er volgt een vuurgevecht waarbij de chauffeur en de adjudant gedood worden. Rauter overleeft. En vanuit het ziekenhuis geeft hij opdracht tot de executie van 300 todeskandidaten. 117 zijn hier naartoe gebracht. Dus en ja, ze werden in groepjes van 20 ongeveer, werden ze dan daar bij de kruising uitgeladen en dan hier naartoe gebracht en doodgeschoten. En dan kwam de volgende groep. Hoe ingrijpend was de dood van je oom uiteindelijk voor jouw familie, Jan? Heel ingrijpend uiteraard. En dat kan misschien goed geïllustreerd worden aan de hand van een brief van mijn grootmoeder. Lieve Liesje en Piet, zojuist is er een eind gekomen aan deze onmenselijke lange oorlog. En o Piet, ik heb zo naar je verlangd, nu ik hier zoveel ellende alleen moest verwerken. Als je deze brief krijgt, weet je door de telegrammen al wat we allemaal hebben doorgemaakt. Jan werd door die boeven vermoord op 8 maart 1945, even voor de bevrijding. 4 maanden zat hij gevangen nadat ze hem begin november te pakken hadden gekregen. Ze hadden al 1,5 jaar jacht op hem gemaakt. Maar je kent je broer Piet, niets was in staat om hem ertoe te krijgen zijn werk in de steek te laten. Maar mijn God, dat hij nu de bevrijding niet mag meemaken en ik hem voor altijd moet missen. Het is wel mooi zo met die boog zo. Ja, zeker. Oh, hier liggen ze. Ja, daar ligt hij, oom Jan. Ja, zijn laatste rustplaats. Zijn laatste rustplaats, precies. En zijn derde rustplaats. Want na de fusillade op 8 maart 1945 zijn alle 117 slachtoffers overgebracht naar de begraafplaats Heidehof in Uggelen bij Apeldoorn, in een massagraf. Jan is in september 1945 naar Bussum overgebracht. Op de algemene begraafplaats van Bussum, daar is hij in september 1945 met militaire eer begraven. Dit is zeker een eervolle plaats. En het ereveld Loenen zie ik zelf steeds minder als een begraafplaats en steeds meer als een herinneringsplaats. Als je langs de stenen loopt en je ziet de namen en hier en daar zie je ook wat de mensen gedaan hebben.
dat doet je echt wat.